ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb lekker herfstvakantie. Dus als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag dus maandag. Het is al 12 uur geweest. Ik heb me even opgemaakt. Mijn haar ziet er niet uit, maar ik ga morgen pas wassen. Ik probeer het een beetje uit te stellen. Voor de rest, ik heb van deze week vakantie. Dus ik kan wel even wat dingetjes doen. Ja, je kan niet superveel, maar ik ga toch proberen een paar leuke dingen te doen. En, oh ja, vergeet niet te abonneren. Want ik heb gezien dat echt bijna 50% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik ga in ieder geval nu even een broodje maken. En dan ga ik zo meteen nog eventjes aan school zitten. Oké, ik heb mijn kamer helemaal opgeruimd. Ik heb aan school gezeten, dus ik ben echt best wel goed bezig. En ik wilde toch nog even iets aan jullie laten zien. Want misschien hebben jullie die reclame wel voorbij zien komen. Dat ik van die strips gebruik om je tanden witter te maken. En ik had dit een paar maanden geleden. In de vakantie had ik dat gebruikt. En elke keer zag ik heel veel resultaat. Alleen ik had het niet 2 weken achter elkaar geprobeerd. En ik kreeg best wel veel vragen. Omdat ik het natuurlijk ook maar in 1 video had laten zien. Dus wat mij leuk leek. Omdat het namelijk zitten 14 behandelingen in. Dus het is voor 2 weken. En je kan het 2 weken gewoon elke dag proberen. Dus wat ik dacht wat leuk was, is dat ik het gewoon in de weekvlog probeer. En dan doe ik het gewoon elke dag. Elke avond of middag. En dan laat ik jullie gewoon steeds tussendoor even resultaat zien. Dus ik dacht dat is wel heel erg leuk. Want ik heb ook een kortingscode. Namelijk Janette 15 voor 15% korting. En dan kan ik jullie er gewoon iets meer over vertellen. Dus ik dacht dat is eigenlijk wel handig. Dus ik ga hem even openmaken. En ik zal het ook even in de beschrijving zetten. Dat is wel makkelijk. Ja, hoe ik het meeste gebruik is dat ik eerst mijn tanden poets. Dan wacht ik een uurtje. Dan breng ik het aan. En dan daarna, dan poets ik het even na om het weg te halen. En dan moet ik eigenlijk een uur niks eten of een half uur. Dat is eigenlijk het beste. Dit gewoon hierin. Ik ga hem even openmaken en dan zal ik het jullie eventjes laten zien. Zo ziet het eruit. En dan kan je deze aan de bovenkant doen en deze aan de onderkant. Die ga ik even aanbrengen en dan moet ik het gewoon een half uurtje laten zitten. Nou, nu heb ik ze dus aangebracht en dan wacht ik een half uur en dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug. De 30 minuten zijn voorbij, dus ik ga ze er nu afhalen. Je kan ze er gewoon heel makkelijk afhalen en dan het plasticje hou je er dan van af. Poets ik altijd even mijn tanden en dan is het eigenlijk gewoon weer helemaal mooi. Ik zal het laten zien. Oké, ik heb mijn tanden gepoetst. En ik zie dus echt nu al heel erg resultaat. En ik ga het dus 2 weken voor jullie testen. Zodat we gewoon samen kunnen kijken hoe goed het werkt. En hoe lang het ook blijft zitten. Maar ik ben nu alweer helemaal blij. Omdat mijn tanden weer helemaal wit zijn. Okay, ik heb net even Olaplex in mijn haar aangebracht. Want het was, ik heb het zo veel gesteld en gekruld de afgelopen tijd. Ik moet het eigenlijk niet doen. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus even wat Olaplex erin gedaan. Dat laat ik gewoon echt gewoon tot morgen intrekken. Want dan ga ik morgenochtend douchen. Dus dat heb ik nu even gedaan. Ik heb de vlog geëdit. Ik ben eigenlijk helemaal klaar. Ik ga zo avond eten. En dan ik wilde eigenlijk aan school zitten. Maar dat heb ik verder niet meer echt gedaan. Niet echt heel veel zin in. Dus ik ga dit even nog in mijn haar verdelen. En dan ga ik even een knot in doen. En dan laat ik de hele nacht intrekken. Het is vandaag dinsdag, toch? Is het dinsdag? Ja, het is vandaag dinsdag en ik heb hem net klaargemaakt. Ik ga straks even met Eva en ik heb ook even mijn haar gefeund. Het is op zich wel prima, dan is het iets meer volume. En ik heb dus nu die nieuwe broek aan van de Zara, die had ik in de vorige weekvlog gekocht in Amsterdam. Maar ik twijfel dus echt heel erg, want ik had dus de zwarte gepast en dezelfde maat meegenomen van de grijze. En ik denk dus dat die echt iets te lang is. En ik vind het wel een hele leuke broek. Het is die broek met die split aan de onderkant. Deze. Maar ja, hij raakt gewoon net aan de grond. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Want ik vind hem wel heel erg mooi zitten. Ik ga niet dit er bovenaan doen hoor. Maar ja, nou zo kan die sowieso niet. Maar ja, dus ik vind het lastig. Dus misschien ga ik hem zo in een maat kleiner passen. En als hij dan goed zit, koop ik die. En anders hou ik deze denk ik wel over nadenken. Ik ga me in ieder geval nu eventjes omkleden. Want ik ga straks naar Eva toe. En dan
Ik weet nog niet precies wat we gaan doen. Oké, ik ga bijna naar Eve. Ik heb me even omgekleed. Ik heb een zwarte trui aan. En een rokje. Heb ik ook niet zo vaak aan. En er kwam net een pakketje binnen. Dus ik dacht, die ga ik gelijk unboxen. En het is echt mega snel hier. Want gisteren zou het opgestuurd worden. En het is vandaag al binnen. Dus echt heel erg chill. Ik had hier een tijdje geleden zelf ook al wat dingen gekocht. Namelijk van die wikkelvesten. Ik heb er hier toevallig één hangen. Zo die je zo kan doen. En dan met een leuk hemdje. En dat zijn echt mijn favoriete vesten. Die heb ik daar gekocht. Waren echt maar 14 euro. Ik had er toen 3 had ik er gekocht. Ja. En ik heb dus nu 2 kledingstukken opgestuurd gekregen. Dus dat is heel erg leuk. Ik zal de Insta en alles in de beschrijving zetten. En het is gewoon allemaal heel erg goedkoop. Dus dat is heel erg chill. Want wat ze nu hadden is dat ze van die nieuwe Spencers hadden. En die vond ik echt heel erg leuk. Die zijn er ook echt heel erg goedkoop. En ik zag namelijk deze echt heel erg leuk. Met hier zwart en een soort zebra patroontje. Heel erg leuk. En deze waren ook maar iets van 14 euro. Echt een aanrader. Dat is deze. En ik had dus al van die wikkelvesten. En ze hadden gevraagd of ze nog eentje mochten opsturen. Nou, dat wilde ik heel graag. Dus nu heb ik er ook eentje. En dat is deze. Die lijkt een beetje op die andere. Maar die heb ik dus ook in het zwart. En deze heeft dus een soort glittertje erin. Heel erg leuk. Dus dit zijn die vesten die je zo om kan wikkelen. Echt heel erg leuk. Dus dat zijn de 2 items. Zeker een aanrader om even te kijken. En ik ga nu naar Eva toe. Oké, ik sta nu op Eva te wachten. Dus ik hoop dat ze er snel aankomt. En dan gaan we een foto maken en even de stad in, denk ik. Als ze dat ook wil. We hebben eigenlijk niet echt besproken wat we gingen doen. Ik ben benieuwd. Alleen ik had eigenlijk dan wat ik net had gekregen willen aandoen. Om daar een foto van te maken. Maar dan doe ik dat wel even een andere dag. Dat is ook prima. Dat is ook goed. Ik heb er in ieder geval nu even een Insta-story mee gemaakt. Dat is wel leuk. Dus als je me nog niet volgt op Instagram, ga dat zeker doen. Vriendin! Hoi. Wil je op de vlog? Oh, je hebt een hoekje aan. Ja, ik dacht was er een keer leuk als ik een foto wil maken. Heb jij een mondkapje mee of niet? Want als we misschien ergens naar binnen willen, of niet? Even kijken. Ja. Ja? Oké. Okay. Standaard moet dat nu in je tas. Ja, inderdaad. Die zit echt vol. Oké, nou. Ik ben bij de McDonald's, maar ik heb alleen een milkshake. En Eve en ik hebben net foto's gemaakt. En ik ga die broek van de Zara toch inkorten, want Eve zegt dat het niet kan. Dus daar luister ik maar naar. Nee, wijs advies. Hij is te lang, hè? Ah. Maar het is wel dit. Echt dit stukje. Ja. Dit zo. Oké, zal ik er één nemen? Voor saus? Ja. Is die saus goed? Nee, dus, en we zijn er in Leiden naar de nieuwe Zara geweest. Ik had dan echt gewoon mijn broek terug moeten. Ja, ik weet het niet. Ik ga hem zo wel inkorten. En ik heb een nieuwe jas gekocht. Slaat echt nergens op. En voor de rest gaan we niet zoveel doen. Toch? Hoe laat moet je thuis zijn? Eva had daarentegen wel heel veel eten besteld. I'm a happy meal, jongens. Dus ik ga even kijken. Het is een dino-ei. Oké. We gaan even kijken wat er precies in zit. Vroeger had je zoveel leukere dingen. Ga nou niet openmaken. Hoezo? Kun je hem aan een kind geven? Nou, je kan hem toch weer dicht doen? Oké. Oké, ik weet het al aan wie ik dit ga geven. Bij je oppaskind. Ja, die zijn helemaal gek van dino's. Maar ja, ik heb er 3. En hoeveel heb ik er? 1. Samen spelen. Je gaat hem niet worden. Nou, ik kan zeggen, dit is voor jullie alle 3. Dat is toch raar. Nee, maar. Voor jullie alle 3 een dino-ei. 1 dino-ei. Dus dat vroeg ik ook van aan mijn zusjes. Oké. En een kaart. Ik zit echt heel smerig die wortels te eten. Alweer. Oh, mijn camera is vol. Ik bedoel, leeg. Nee, ik hoef geen wortel. Word ik bruin van. Zo bruiner. Deze ik wil oranje als je dit. Ja, eigenlijk wel als je zo kijkt. Even oranje. Oké, doei. Ik ben dus terug uit de stad met Eve. Ik ben nu weer thuis. Ik ga zo meteen avond eten. Daarna ga ik die strips voor opdoen.
Want ik ga het dus eigenlijk doen dat ik daarna niks meer eet. Ik denk dat dat het beste is. Nog wat gekocht in de stad bij de Only. Namelijk een jasje. Oh, het is gewoon een beetje zo'n beige jasje van de Only. Ik heb hem met een maatje M, zodat hij een beetje oversized valt. Ik kan hem wel even aandoen. Het is gewoon een kort model. En ik vond deze wel heel erg warm en heel erg leuk. Want ik heb altijd heel veel donkere jassen. En ik dacht, dit is ook wel leuk. En hij is echt heel erg zacht. Dus deze kan bij de rest van mijn jas. En dan heb ik toch nog een soort van winterjasje. Want ik weet niet wat voor winterjas ik anders dit jaar wil. En ik ga even die kleding aandoen. Van wat ik had gekregen vanochtend. Wat ik had laten zien. Dan weten jullie ook gelijk hoe dat staat. Deze even uit. Anders is het heel vervelend met praten. Ik heb net lekker gegeten. En ik ben nu even aan school bezig. Ik wilde toch nog even een tip geven. Want ik heb binnenkort best wel veel dingen die ik moet doen voor school. En ik merk gewoon in de vakantie dat ik het altijd heel erg uitstel tot de laatste dag. En dan heb je er eigenlijk geen tijd voor. Dus wat ik nu met mezelf heb afgesproken, ik heb in ieder geval alles opgeschreven. Ik gebruik nog steeds die planner van die Structuur Junkie. Deze, die planner, vind ik gewoon echt heel erg fijn. En ik schrijf daar gewoon nog steeds gewoon alles in. Omdat ik dat gewoon heel erg fijn vind. En wat ik dus in de vakantie altijd doe is dat ik gewoon, omdat ik geen zin heb om één dag er 6 uur aan te werken, is dat ik, gisteren heb ik 1 dingetje gedaan voor school. En dan probeer ik het ook af te maken. Nu ben ik daarmee bezig dat ik 1 dingetje doe voor school, dat dat af is. Doe ik dat morgen ook, zodat ik gewoon elke dag een uurtje maar er eigenlijk aan zit. En dan moet ik zelf kiezen wanneer ik het doe, maar ik heb wel opgeschreven wat eigenlijk, zo op die manier. En de eerste dag van vakantie ruim ik altijd mijn kamer op. Zodat dat ook een beetje prima is. Het lijkt nu niet opgeruimd, maar het is eigenlijk best wel opgeruimd. Ik heb gewoon veel spullen. Dus ik ben dus nu bezig met mijn leeslogboek. Want we moeten binnenkort een presentatie geven over heel veel boeken. Dus ik ben daar nu mee bezig. En dan, als ik dat heb gedaan, dan ga ik gewoon weer lekker. Ik heb gisteren American Murder gekeken. Als dat is, ik zal hem in beeld zetten op Netflix. Ik ben echt in shock. En ik ga straks een andere serie beginnen. Nu een uurtje geleden dat ik mijn tanden heb gepoetst. En ik ga nu de tweede strip aanbrengen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik jullie zo meeneem. En ik heb aan het begin van de week ook mijn tanden gemeten. Dus dan kunnen we ook heel goed het verschil zien. Dus ik ga deze nu weer opdoen. En dan ga ik ze een half uur erop laten zitten. Een half uurtje wachten en dan ga ik ze er weer afhalen. Eraf gehaald. Ik zal even het lichtje aandoen, anders zie je het echt niet. Ik ga zo ook slapen. Ik heb mijn slaapshirt al aan. En dit is de update van dag 2. Het geeft gewoon licht als ik nu kijk. Ik ga mijn make-up eraf halen, lekker slapen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het is echt nog heel vroeg. Het regent en het is donker buiten. Ik ga zo meteen naar Floor toe. We gaan naar school zitten. We gaan even gewoon 1 ochtend er even keihard aan werken. En misschien heb ik dan andere dagen niks meer te doen. Dus dat zou wel echt heel erg fijn zijn. En we hebben een beetje vroeg afgesproken. Zodat je ook niet verleid wordt om andere dingen te doen. Zo. Wat ik aan heb is een topje van de Zara en een broek van Naked. Ik ga mijn oorbellen in doen. Dan ga ik mijn tas pakken en dan ga ik richting Floor toe. Het is gewoon als je in de ochtend je make-up doet, dan is het altijd gewoon na een paar uur weg of zo. Ja, bedankt voor je bestelling. Oké. Okay. Zo snel mogelijk. Oh. Ik krijg zo wel melding als het. Oké. Ik ben bij Floor thuis en we zijn bezig aan school. Welk cijfer zou je het geven? Hoe het nu gaat? Zesje. We hebben net even eten besteld. Nou ja, we weten nu wel de opdracht hoe het in elkaar zit. We hebben een lijstje van, want wat is het volgende wat we moeten doen? Wat we wel kunnen doen is alvast voor die, of wil je aan rekenen al beginnen? We kunnen ook aan godsdienst beginnen. Want we gaan volgende week al met haar bellen. Ja, dat vind ik ook wel een goed plan daar. Want als wij nog willen veranderen, dan moeten we wel opschieten. Snap je wat ik bedoel? Thank you.
Nou, het schoolwerk is weer aan de kant. En we hebben lekker eten besteld. Zin in. We hebben dus nu nog vakantie in tot en met maandag. Dan hebben we stage en we moeten best wel veel dingen inleveren. En ik ben echt zo iemand die het altijd uitstelt. Dus we gaan nu weer aan de slag. Oké, ik ben weer thuis. We hebben wel even aan school gezeten, maar sommige opdrachten zijn best wel onduidelijk deze periode. En daar moet ik echt nog wel eventjes naar kijken. Maar het is niet anders. Ik heb nu lekker joggingspak aan van Villa. Deze had ik toen een keer gekocht. Logisch dat ik die een keer had gekocht. Een tijdje geleden bedoel ik. Ik ga heel even in bed chillen en dan ga ik zo meteen... Ik ga vanavond sporten. Ik ga spinnen, dus daar heb ik wel zin in. En gelukkig ook geen spierpijn meer, dus dat scheelt. En voor de rest moet ik nog even kijken. Ik dacht er dus aan om morgen of zo misschien een morningroutine op te nemen. Maar ik moet even kijken of ik dat wel ga doen. Dit is wel heftig, ja. Oké, nou, ik heb gesport. Ging heel goed. En Denise is nu bij mij. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, het is al 11 uur. Ja. Ik moet heel even, het klinkt heel stom, mijn tanden poetsen. Want ik ben die strips aan het proberen voor je tanden. Ja. En dan wil ik daarna ze even opdoen. En anders wordt het heel laat. Want ik moet ze ook nog een 1/2 uur op hebben. En ik moet ze ook nog een uur laten intrekken. Ja, kan toch? Oké. Ja. Moet je morgen niet werken of zo heel vroeg? Nee, ik had me aangeboden. Maar er was er iemand anders die beter was. Nee. Oh, dus ga even snel mijn tanden poetsen. Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik zal even dat ding uitzetten voor het geluid. Het is nog, hoe laat is het eigenlijk? 11 uur. En ik heb vandaag niks op de planning, maar ik dacht laat ik maar even een beetje op tijd me klaarmaken en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb mijn haar gewassen en gefeund. Ik feun het de laatste tijd. Ik vind het eigenlijk wel prima, want dan... Zo, mijn stem sloeg weer over. Ik vind het eigenlijk wel prima, want dan is mijn haar eigenlijk ook gewoon stijl en zit er iets meer volume in. Make-up al gedaan, dus dat is prima. Ik heb net wat beelden van mijn camera verwijderd, want die was vol. Toen zag ik allemaal weer beelden van de zomer. Nu mis ik de zomer echt mega erg. Ik was daar echt heel bruin. En nu ben ik heel wit, dus ik ga volgende week denk ik ook maar even naar de zonnebank. Moeten we even kijken of het al kan met mijn tatoeage. Maar volgens mij is dat ook alweer... Bijna 2 maanden geleden dat ik die heb laten zitten. Nog steeds heel erg blij mee. En ik ga zo meteen even aan school werken. Denk ik. Voor de rest. Ik heb ook nog een cadeaubon. Had ik nog. Die moet ik ook nog uitgeven. Dus misschien ga ik dat straks even doen. Ik moet ook nog naar de Action. Ik moest iets voor stage halen. Dus op zich heb ik wel een beetje een drukke planning ook weer niet. En morgen ga ik even met mijn moeder naar de stad. Het weekend moet ik weer heel veel werken. Dus waarschijnlijk ook niet zoveel filmen. En morgenavond ga ik met Eve lekker serie kijken. Heel veel zin in. Wat ik aan heb is nu gewoon een joggingspak van Chiquelle. Blijft echt mijn lievelingsjoggingspak. Ik heb hem ook in het lila. Dus ik ga even aan school zitten. En dan ga ik zo meteen even iets met mijn vader doen. We moeten even kijken. We kunnen niet zoveel. Dus ja. Maar ik ben wel... blij dat mijn haar zo is. Alleen ik ga die voorste plukken. Iedereen heeft het nu. Maar ga ik wel even wat afknippen. Want ze zijn nu wel heel lang. En er zit gewoon echt geen volume in. Oh ja, gisteravond was ik dus gaan sporten. En daarna had ik Denise even opgehaald. Want we hadden elkaar echt mega lang niet gezien. Dus toen gingen we gewoon even hier thuis even chillen. En ik had ook nog mijn tanden gedaan dag 3. En ik heb vanochtend wel al gegeten. Ik vind nu wel dat ik al wat meer verschil zie. Maar ik ga pas echt mijn mening geven als ik het echt 2 weken lang heb geprobeerd. Want ik ga het gewoon echt 2 weken lang elke dag doen. Dus dat moet ik wel even volhouden. Maar dat komt wel goed. En wat ik nu doe, ik poets mijn tanden. Dan eet ik een uur niks. Dan doe ik ze op. En daarna ga ik slapen. Dus dan hebben ze nu ook de hele nacht heb ik niets gegeten. Ik denk dat dat het beste is. En sowieso drink ik geen koffie. Ik drink wel cola, maar niet heel veel. Dus dat is even de update tot nu toe. Nou, de postbezorger is net geweest en er zijn 3 pakketjes binnen. Als eerst heb ik dit mega grote pakket, maar dit komt dus nog een keer in een video.
Want dat is nog niet voor nu, maar ik heb het nu alvast binnengekregen. Dus dan weten jullie dat. En ik heb een heel leuk pakketje van Goods & Gusto. En ik ga er ook een foto mee maken voor op mijn Instagram. Maar ik zal wel even de linkjes in de beschrijving zetten wat ik heb gekregen. Ik hoef het niet hier te laten zien, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te laten zien. Ik vind gewoon dat ze daar echt hele leuke items hebben. Dus ja, heel veel zin in. Het is helemaal ingepakt als een cadeautje. Hey Janette, bedankt voor je samenwerking. We kijken uit naar je outfits. Liefst Team Goods & Gusto. Echt heel erg leuk. Eerst zit er echt een hele leuke trui in. Ik zag deze en ik dacht, deze wil ik zo graag hebben. Van de voorkant is het dus best wel gewoon een basic zwarte trui. Ik heb hem in een maatje S. Maar de achterkant is echt heel erg leuk. Zo ziet de achterkant eruit. Heel erg blij mee. Oké, dit is de trui van de voorkant. Hij is ook niet te lang. Dat vind ik heel fijn. Hij heeft hier twee, gewoon een zak. En een capuchon. En nu ga ik even de achterkant laten zien. Ik hoop dat je de achterkant een beetje goed kan zien. Maar echt... Oh, volgens mij vond ik mijn hoofd heel raar. Maar echt heel erg leuk. Dan heb ik als tweede een Spencer. Ik heb echt mega veel Spencers nu. Maar ik vind ze gewoon echt heel erg leuk. En ik vond deze kleur heel mooi. En dit is een beetje... Ja, gewoon een beetje een bruinige. En ik vind deze echt heel erg mooi. Ik vind het ook heel erg mooi dat hij gevlochten is. En de kwaliteit voelt gewoon heel erg goed aan. Ik laat heel even de Spencer zo zien, omdat je hem dan toch het beste kan zien. Ik heb hem net ook al met een blouseje aangehad. Heel erg leuk. En hij is dus een beetje oversized. En die mouwen zijn lekker groot. Dus dan zie je hier ook nog gewoon je shirtje of je blouseje. Heel erg leuk. En dat is een broek. Ik hoop zo erg dat hij past. Ik vind het heel eng. Maar hij ziet er... Oh, hij is echt heel leuk. Oh, oké. Nou, het is dus gewoon een blauwe spijkerbroek. Ik vind deze kleur van spijkerbroeken echt het allermooist. En hij heeft dus op de knieën heeft hij twee gaten. Ik ga het in ieder geval nu even passen. En dan hopen dat het past. Oké, dit is de broek. En je wil echt niet weten hoe blij ik ben. Want een broek zoeken voor mij is echt best wel lastig. En het lijkt wel alsof deze gewoon voor mij is gemaakt. Hij sluit echt perfect aan. Ik heb dus wel een maatje 38. Ik ben heel blij dat ik die heb genomen. Ik vind die gaten echt mega mooi. Hij lijkt een beetje op die Zara broek. En die onderkant is zo. Hij is ook niet te lang. Hij is echt precies gewoon goed. Ik ben echt helemaal in shock. En ik ben echt mega blij met deze broek. Misschien wordt dit wel mijn favoriete nieuwe broek. De vorige keer toen we bij de IKEA waren, hadden we dat ook gekocht. Zie die vrachtwagen daar. Ja. Wat doet hij? Hij stond op het verkeerde. Perfect. Oké, ik ben onderweg met papa naar de IKEA. We hebben geen idee wat we gaan kopen. Mag niet, hè? Je mag niet zomaar naar de winkels toe. Ja, ik weet zeker dat we iets gaan... Ja, dat we iets gaan kopen als we terug zijn. Ik weet het zeker. En voor de rest heb ik nog een cadeaubon. Mijn broek moet ik ophalen die ik heb laten inkopen. En nog naar de Action. Drukke planningen. Oké, wij zijn terug van de IKEA. En ik wilde nog naar M&M boutique. Had ik al een cadeaubon. Alleen ik had de verkeerde bon meegenomen. Dus ik denk dat ik zo meteen nog maar een keer ga. Want dan heb ik het maar gedaan. Voor de rest, ik heb mijn broek van de Zara laten inkorten. Dat was echt veel te lang voor mij. Alleen ik ben dus nu bang dat die split dingen een soort van te kort zijn. Dus ik ga hem eventjes passen. Ik heb die broek laten inkorten en hij is nu precies goed. Dus nu heb ik nog een nieuwe broek erbij die heel erg fijn zit. En deze is dus van de Zara, die met die split. Alleen heb ik hem dus een stukje laten inkorten, want ik ben maar 1,60. Oké, ik ben toch maar naar de winkel gegaan. Want anders was mijn cadeaubon niet meer geldig. Dus dat was een beetje zonde. Ik heb laatst tijd echt zoveel koopdrang. Ik kan er echt niks aan doen. Dus ik heb al dingetjes gekocht. Want ze hadden nu ook My Jewelry en ik vond het wel leuk. Dus dat heb ik gekocht. Wat wil ik nou doen? Oh ja, mijn navigatie aanzetten. En thuis moet ik dus vanavond... ik moet vanavond werken. Ik ben terug. Ik zal even mijn kast dicht doen, want dit is wel echt een rommel. Is het echt een hele erge shop... vlog, maar volgens mij vind ik dat ook wel leuk. Dus ik ga toch wel even laten zien wat ik heb gekocht. Het is een winkeltje dus in Den Haag, M&M boutique. En ik had daar nog een cadeaubon van. En ja, ik heb heel veel Joy sieraden, maar ik dacht, daar moet ik een beetje van af. Dus ik heb dit uitgekozen.
En ik moest zelf volgens mij iets van 13 euro bijbetalen. Als eerst heb ik hele leuke oorbellen. Deze. Deze waren 20 euro. Deze oorbellen, heel erg leuk. En deze heb ik dan met de J. Dus ik dacht, die is wel heel leuk. Zou ik die gelijk omdoen? Volgens mij is die wel best wel grof. Je mag dus ook niks meer passen. Dus dat vond ik ook een beetje... Ik kon niet echt zien of die nou echt leuk stond. Dus dat heb ik gekocht. En ik ga nu nog even in bed chillen en dan ga ik zo werken. Het gewerkt. Ik heb me gegeten. Ik heb mijn tanden net gepoetst. Omdat ik dan zo meteen die strips weer ga aanbrengen. Dus dat. Ik ga nu even mijn pyjama aandoen. Mijn pyjama aandoen. In bed video's kijken. En dan ga ik morgen gezellig met mijn moeder samen wat doen. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb net mijn make-up gedaan. Ik ga mijn haar nog zo meteen eventjes doen. En ja, het is nog best wel vroeg. Ik ga zo meteen even met mijn moeder naar de stad. Ik ga even een fotootje maken van de nieuwe trui en nieuwe broek van Goods & Gusto. Dus dat is wel even leuk. Voor de rest, ik ben niet van plan om iets te kopen. Je weet het natuurlijk nooit. Maar mijn moeder is wel jarig, dus een cadeautje. Misschien zie ik ook iets voor mezelf, maar... Ik moet echt een beetje uitkijken, want ik ben echt mega veel geld aan het uitgeven. Dus dat eigenlijk. In ieder geval, ik ga even iets eten. En dan word ik zo opgehaald. Ik dacht ook, waarom kan het online staan? Oké, ik ben in de stad met mama. We zijn in Den Haag. Nee, ik zag jou niet. Ze heeft net even foto's van mij gemaakt. Van de nieuwe outfit. Dus als jullie op Instagram de foto hebben gezien, gemaakt door mama. En we gaan nu, nu het nog kan, gaan we nog even naar de winkels. Oh, volgens mij is er niemand nu op het trein of wel. Ja, over het zebrapad, hè. Wel aan de regels houden. En ik heb dus ook vandaag mijn nieuwe oorbellen en die nieuwe ketting om. Van een feestje. Het is echt heel lekker. Ook wel nog mijn flesje water eruit halen. En terug uit de stad. We hebben echt het heel lang volgehouden. Ze hebben daar ook nog even middag gegeten. Dus we hadden bij Barista hadden we daar eten besteld. Toen hebben we het daar eigenlijk gewoon een soort bankje opgegeten. Dus dat was eigenlijk best wel prima. En ik heb foto's gemaakt van mijn nieuwe kleding. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ik heb nog wat leuke dingen gekocht. Alleen, ik ga vanavond naar mijn moeder toe. Dus ik dacht, dan laat ik het gewoon daar. En dan laat ik het morgen of vanavond even zien. Ik heb wel een nieuw pakketje binnen van iets wat ik had besteld. Maar ik ga nu eerst heel veel drinken en even iets lekkers pakken. En, ach. Hey. Oké, heel veel mensen weten niet dat ik een hond heb, maar... Daar is mijn kleine ratje. Dus ik ga even wat drinken. Even een stukje chocola nemen. Ik had namelijk bij Ashwells wat ik wel besteld. Ik vond die trui heel erg leuk. Vorige keer toen was hij uitverkocht. Ik heb het gewoon zelf gekocht. Dus ik hoop dat de stof een beetje dik is. Anders zou ik het wel echt zonde vinden. Oh ja, ik vind hem wel echt heel leuk. Hij is wel heel groot. Volgens mij kan je dit gewoon heel goedkoop inkopen, maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, het is deze trui en aan de achterkant staat dan Dior en dan met dit. Het is een beetje een beige trui. Ja, ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dit is dus aan de achterkant. Alleen je ziet gewoon dat hij heel erg doorschijnt en deze was 30 euro. Dus ja. Oké, ik heb die trui aan. Het is wel even iets later, maar ik vind hem echt heel lelijk. Het is gewoon een zak. En nou ja, dit is sowieso niet een S of zo. Die mouwen zijn heel lang. Het is echt een zak. Ik vind die achterkant dus heel leuk. Maar dat ze hier 32 euro voor durven te vragen, vind ik echt best wel erg als ik eerlijk ben. Nee. Ja, ik vind het gewoon een leuke trui. Maar voor zoveel geld niet. Snap je wat ik bedoel? Het is vandaag zaterdag. En gisteren weet ik eigenlijk niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar... ik was in de avond nog even met Eve en toen gingen we, wat gingen we doen? Oh ja, we gingen Lieve Mama kijken op Videoland, want daar hoorden we best wel veel mensen over. Dus we hebben de eerste aflevering gezien en we gaan volgende keer weer samen verder kijken.
En ik heb net heel lang gewerkt. Ik moest echt heel vroeg opstaan. Dus ik ben best wel moe. Ik ga me zo omkleden. Ik ga zo nog even aan school wat doen. En allemaal dat soort dingen. En ik ga zo meteen proberen. Ik zag op TikTok iets met mijn haar. Dus dat ga ik zo meteen even proberen. Ik heb nu gewoon gefeund. En ik was dus gisteren met mijn moeder naar de stad geweest. En ik zal nog even laten zien wat we hebben gekocht. Ik heb het allemaal even in deze tas gedaan. Dus ik zal het even snel laten zien. Als eerst heb ik een toilettas gekocht. En hier ga ik dan mijn iPad in doen. Want ik dacht dat is wel handig. Dan hebben we bij de Primark twee sjaals. Sjaals? Sjalen. Sjaals? Oké. Gekocht. Deze. Die trui van gisteren, die kreeg ik gisteren binnen. Ik denk dat ik hem toch maar ga houden, omdat met verzending is niet heel makkelijk. Een thermolegging, die had ik vanochtend naar werk aan. Alleen hij is niet zo goed, dus van de Primark zijn ze niet echt top. Dan deze hele leuke trui. Die heb ik bij de Sting gekocht. En deze is in het blauw. Lichtblauw. En hierop staat dit. Geen idee. Deze heel erg fijn. Ik wilde eigenlijk niks kopen, maar dat is mislukt. Ik heb nog een wikkelvest gekocht. Deze heb ik ook bij de Sting gekocht. Want ik had al een zwarte, een groene en een grijze. En toen dacht ik, de beige vind ik eigenlijk ook heel erg leuk. Dus die heb ik er ook maar bij gekocht. Een nieuwe wimperkrudder. Bij de Stradivarius heb ik een zwarte en een witte kooltrui gekocht. Deze waren allebei maar 8 euro in de maat S. En ik dacht, dat is wel makkelijk. Deze basic 2 voor in de winter. En ik heb nog iets van een soort testertje. Ik ga nu even proberen met de steltang dat zo met mijn haar te doen. En dan zien jullie mij zo als ik iets anders aan heb. Ik heb het geprobeerd met mijn haar en nu is het zo. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik dit beter vind. Ik vind het wel iets hebben, maar nee. Ik kijk nog eventjes. Ik ga me in ieder geval nu even omkleden. Ik ga die strips aanbrengen, want ik was het gisteren namelijk vergeten. En anders dan ben ik niet goed bezig. Oké, het is vandaag zondag. Ik heb vandaag niks gefilmd. Ik moest vanochtend werken. En ik heb daarna geleerd. En ik dacht, ik ga deze dag niet filmen, want het is gewoon niet leuk. Voor de rest, oh ja, mijn iPad past hierin. Deze had ik dus van de Primark. En ik dacht, dat is wel leuk om mijn iPad in te bewaren. Voor de rest, ik ga straks de vlog editen. Ik moet aan school zitten, want ik heb morgen mijn stagebeoordeling. Dus er komt iemand vanuit de hogeschool, komt naar mij kijken of het goed gaat. Dus dat is wel heel erg spannend. Maar ik heb wel een leuke les, dus moet wel goed komen. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!